koeien grazen in een gebied van 3000 hectare met geulen. Af en toe geraakt er wel zo een koe in een geul, met het gevolg dat die koeien dus er niet meer uit geraken. Indien dat er een koe kwijt was of had een koe te weinig, dan moest ik en mijn vrouw en kennissen erbij gedurende dikwijls een ganse week gaan zoeken om die koe terug te vinden in welke geul ze zat, om ze dan uit te graven. Nu, dat was zo tijdsverslindend en een zenuwslopend gegeven dat we naar een oplossing daarvoor zochten. Consolis developed a full solution, hardware plus software for non-powered asset tracking. We will track the cows. You don't know what the cow will exactly do, so it's really important that our devices are protected against water and shocks. Tracker work with Sigfox technology, which allows us to send messages via the network. Every 3 hours, in this case, the trackers will send a position through the network and the positions will be sent to our platform. Ik kreeg een cow monitor waarbij mijn stick and track sensor koeien op de weide worden gevolgd, is eigenlijk een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen een commercieel bedrijf Sensonis, onderzoeksinstellingen Inago en Ilvo en de boer in kwestie Saftingerhof. En dat eigenlijk alles binnen de Europees ondersteund project IOF 2020. Vorig jaar hebben we het systeem uitgetest op een beperkt deel van de kudde om het continu te verbeteren en te optimaliseren in nauw overleg met de boeren. Uiteindelijk hebben we de volledige kudde dieren dag en nacht gevolgd gedurende het ganzenbegrazingsseizoen. En de inzet was hier om het leven van de boer te vereenvoudigen met een positieve impact op de bedrijfsvoering. Technologie ten dienste van de boer dus. Op elk moment kan mijn vrouw of ik naar de computer kijken en we zien of alle koeien nog aanwezig zijn, of alle koeien zich goed verplaatsen. Wanneer een koe zich gedurende een 12-tal uren niet verplaatst, krijgen we automatisch een alarm. Een koe die zich niet verplaatst is ofwel dood of zit vast. We nemen zelf zo'n GPS-trekker mee en we komen recht ter plaatse waar die koe zit. Dus dat is enorm tijdbesparend. Je zij gerust als je 's morgens je koeien allemaal gezien hebt. Je zij gerust als je 's avonds allemaal je koeien gezien hebt. Dus dat is voor ons enorm stressverminderend. De afzetmarkten wensen dat de koeien in een natuurgebied lopen of op een weidegebied lopen. Wij kunnen dat hier zwart op wit laten zien bij deze GPS-trekkers. Wij hopen op een perfecte samenwerking met deze mensen en dat dit nog veel jaar mag blijven duren. Thank you.